Goedenavond, Emmanuel. Hartelijk welkom. Ik ben Martin Zonderop van de Blauwe Brigade. En wat fijn dat je even tijd voor ons vrij hebt gemaakt, zo vlak voor de wedstrijd tegen Den Bosch. Mm-hmm. En je hebt hem misschien al zien staan. Dus heb ik gezien. De trofee Speler van de Maand maart. Het is een handgemaakt product. Hij is gemaakt door Award Guru, een bedrijfje uit Leiden. Maar je hebt er al een. Want net zoals in februari hebben de spelers van de Blauwe Brigade hebben jou verkozen tot Speler van de Maand. En gefeliciteerd daarmee. Dankjewel. En wat vind je ervan dat je hem weer wint, Emmanuel? Ik vind het goed, vooral omdat we wedstrijden winnen nu en we het goed doen. En dat komt erbij en ik ben blij ermee. Ja, oké. Okay. Op zich best wel bijzonder dat Emmanuel hem gewonnen heeft. Want begin maart hadden we een aantal wedstrijden dat Emmanuel niet op het veld te zien was. Mm-hmm. En, want je was geblesseerd. Geblesseerd, ja. En tegen Den Bosch en Landstede Zwolle hebben wij toch gemerkt dat jij op de bank moest plaatsnemen. Dat we echt de kracht en de lengte onder de borden vooral misten. Mm-hmm. En daardoor ook de wedstrijden verloren. Ja. Fijn dat je weer terug bent gekomen. Ja, en ik mag hopen dat de blessure die je had, dat die helemaal weg is. Ja, en die ook niet meer terugkomt. Die is helemaal weg. Komt niet meer terug, hopelijk. Ah, oké. Okay. Dus dat is een goed bericht. Ja. En Emmanuel, ik ga eens even opsommen waarom ik denk en ook de supporters natuurlijk jou verkozen hebben tot Speler van de Maand maart. Okay. Jij bent aan de Leidse zijde, je bent de beste rebounder met gemiddeld 9 rebounds per game. Mm. En dat is op zich heel mooi. Ja. Alleen heb ik daar wel een vraag bij. Ben jij nou eigenlijk een center of ben je nou de power forward van ZZ Leiden? Power forward. Toch wel, hè? Toch wel, ja. Nou, ik begon een beetje te twijfelen door de rebounds. Ja. Maar de power forward, dat geeft ook aan waarom er ook verkozen is. Omdat jij toch gemiddeld 23 punten per wedstrijd weet te scoren. En dat hoort ook natuurlijk bij die power forward. Precies, ja. En 70% van jouw twee punters, ongeveer 70%. Van de 2-puntscorers gaan erin bij jou. Mm-hmm. Dat is een ongelooflijk hoog percentage. En in de voetbal zouden we jou denken kooltjesdief willen noemen. En, maar in de basketbal, ik weet niet hoe je het doet. Je staat altijd vrij. Ik vind het echt geweldig. Grandioos. Dank u wel. Compliment. Yes. Maar die drietjes voor jou, Emmanuel, mm-hmm, die gaan er ook lekker in. Die, hè? Gaan er ook lekker in, precies. Ja. Ja. Je scoort ze niet al te veel. Hmm. Dat maakt niet uit, want we hebben ook de rest van het team die ze aardig erin kunnen leggen. Dat hebben we ook vorige week gezien tegen Dona. Geweldig. Ja. Maar met die 3-punters scoort Emmanuel ook 50%. Dus dat is ook een hoog percentage. Precies, ja. Houd het vast, Emmanuel. En nu we het over 3-punters hebben, Emmanuel. Wat was die 3-punter tegen Landstede. Mooi, hè? De buzzer beater. Ja, precies. Het was echt fantastisch om te zien. Ja. En ik heb jou ook een sprint zien maken hier door die 5 mei al. Ja, precies. Ja. Met het hele team achter je aan. Dat was echt. Dat is een mooi moment, ja. Dat was echt mooi en ook geweldig om te zien. Alleen thuis vanaf de bank. Ja, dat is jammer, ja. Dat is wel echt teleurstellend, want wat jij natuurlijk mist en alle spelers missen, is het publiek, de harde kern, maar ook andere supporters die achter de club gaan staan. En laten we hopen dat er misschien nog in de playoffs een mogelijkheid komt dat er publiek naar de zaal gaat komen. Dus hopelijk, dat laten we hopen. Emmanuel, yes. Ik heb nog één laatste vraag aan jou. Okay. Moeilijke. Wat gaat Emmanuel en het team ons de rest van het seizoen nog brengen? We gaan vooral in de playoffs gaan we gewoon goed team basketbal brengen. Heel veel energie, heel veel samenspelen, dat vooral. Dat gaan we doen. En hopelijk de cup en de kampioenschap winnen. Kijk, dat zijn hele mooie woorden van Emmanuel. Ja. Emmanuel, nogmaals hartelijk dank dat je hier bent gekomen. Ja.
vanavond tegen aardse rivaal Den Bosch. Ja. Dat is al 40, 50 jaar zo. Mm-hmm. Gaan we vanavond ze pakken, denk jij? Ik denk het wel. Daar gaan we voor. Oké, ik reken op je en fijne wedstrijd. Dankjewel. Hartelijk dank.